Niemand kan wat niemand kan. Dat zei men over de Duitse schaatser Gunda niemann Sterneman, want zij werd maar liefst acht keer Europees kampioen allround. Maar kunnen we ook zeggen, niemand kan wat Dennis Boutkamp kan? Dat is de vraag. Dennis Boutkamp, raadslid van de PvdA in Amsterdam, hield zich in het afgelopen jaar bezig met de financiële onderzoekscommissie over de financiële wantoestanden in Amsterdam... En hij is hier bij ons aangeschoven. We gaan het over uh, u en over uw werk hebben. Uh, welkom meneer Boutkamp. Dankjewel. Ja, niemand kan wat Dennis Boutkamp kan. Uh, <laughs> laten we dat toch maar eerst... Ik ja, gaan kijken of dat... Ja. Uh, het, uh, uh, of dat in dit interview ook uh, daadwerkelijk zo zal zijn. Maar laten we eerst nog even kijken naar de onderzoekscommissie Financiën. U bent in de afgelopen uh, 14 maanden... Bent u heel erg bezig geweest om te kijken waar het probleem zit met de financiële wantoestanden bij de gemeente Amsterdam. Groot probleem, het gaat over miljoenen euro's. Uh, u bent met een groep uh, collega's uiteraard uh, heel lang daarin bezig geweest. Dat is een hels geweest. Onlangs kwam daar uh, uh, het eindresultaat van. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar wat was voor u de grootste ontdekking? Want dat eindresultaat is al veel besproken geweest. Maar wat was uw grootste ontdekking? Nou, even... Voor alle duidelijkheid, uh, u praat over de financiële wantoestanden, maar het ging natuurlijk heel erg over wat wij noemen het presteren van de financiële functie van de stad Amsterdam. Hè. Dat mm. is iets anders dan financiële wantoestanden. Okay. Want uh, de stad Amsterdam is uh, financieel gezond, hè. dat uh, zeggen ja. we ook in ons uh, rapport. En wat voor mij wel een enorme eye-opener is geweest, is dat we uh, met dit rapport echt heel erg diep kunnen kijken in, zeg maar, in de organisatie, in het systeem. En dat je dus eigenlijk ook ziet dat uh, iedereen steken heeft laten vallen. En dat, en dat er dus niet één iets is, of dat er niet één persoon is, of dat er niet één college is die het niet goed heeft gedaan. Maar dat zeg maar, in den breedte dat een aantal ja, diepliggende oorzaken uh, zitten. Maar wat was voor u nou de grootste ontdekking? En wat ik, nou, wat ik wel belangrijk vind is dat, uh, we hebben geconstateerd dat er sprake is van uh, een eilandenrijk. Ja. Uh, dat er enorme versnippering is in die gemeentelijke organisatie. En dat dat vroeger ook eigenlijk heel normaal was. Hè? Want ja, die gemeentelijke diensten ja, die deden zeg maar hun eigen ding. We hebben weliswaar niet de stadsdelen onderzocht, maar de stadsdelen deden ook hun ding. Dus iedereen had heel veel autonomie. En wat je eigenlijk ziet, ik, ik, ik ben ook organisatiekundige, wat je eigenlijk ook een beetje ziet is dat, ja, dat dat zijn eigenlijk steeds een beetje van die slingerbewegingen. Dus je ziet nu dat er heel veel centralisatie is. Vroeger was er dus heel veel decentralisatie. En ongetwijfeld komt er misschien over tien of 15 jaar komt er weer meer decentralisatie. Ja. Maar uh, u heeft het over een eilandenrijk waarin verschillende diensten van de gemeente Amsterdam hun dingetje doen. Mm -hmm. waardoor men dus niet goed met elkaar communiceert en dus financieel uh, uh, dingen niet goed gaan. Uh, 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 maar was er nou echt een eye-opener voor u? Want heel veel mensen wisten dat toch al, dat, dat de gemeente Amsterdam een grote uh, eiland is. Nou, er zijn, nee, er zijn kijk, wij, wij trekken natuurlijk veel meer conclusies. Maar een van de andere dingen vind ik ook wel, ja, de cultuur in de organisatie. En het gebrek aan uh, aandacht, gebrek aan politieke aandacht, gebrek aan ambtelijke aandacht in de top. Nou, dat vind ik toch echt ook wel een, een eye-opener. En je ziet natuurlijk, kijk, zo'n politiek bedrijf, want dat zijn we natuurlijk als gemeente Amsterdam, is natuurlijk altijd bijzonder. Dus er vindt altijd een bijzondere interactie plaats tussen, aan de ene kant zeg maar, ja, de politiek, hè, wat de politiek wil, wat de politiek doet, en aan de andere kant wat de ambtenaren doen. En dat, ja, dat geeft een speciale interactie. Dat betekent ook niet dat wij zomaar te vergelijken zijn met een normaal beursgenoteerd bedrijf. Maar wij, wij, wij sturen als gemeenteraad sturen wij het is ook, gemeenschapsgeld. Het gaat ook nog eens een keer het over. Op. Het gaat ook nog eens een keer over gemeenschapsgeld. Voor de burgers. Precies. Ja. Maar het gaat er ook om van ja wat wil je met zo'n stad Amsterdam uh, bereiken? Kijk de stad Amsterdam daar kunnen allerlei dingen opeens gebeuren waar je wat mee uh, waar je wat mee, mee moet. En uh, ja wat ik wel belangrijk vind is dat we sowieso een, een financiële functie hebben die goed op orde is. Want daarmee kan je ook belastinggeld zo optimaal mogelijk inzetten. En hoe was het nou om 14 maanden lang uh, ja, alleen maar in dat uh, onderwerp te uh, blijven? Saai toch? Nee, absoluut niet saai. Nee, absoluut niet saai. Nee, nee, absoluut niet saai. Het is, uh, ik, ik, heb het ervaren als uh, enerverend, maar ook als uh, zeer informatief. We hebben het gedaan met een uh, met een mooi team, ook met een mooi onderzoeksteam. En het voordeel van 14 maanden lang ergens op focussen is dat je dus heel erg de diepte in kunt gaan en helemaal kunt uitzoeken hoe nou dingen zijn uh, zijn gelopen. En dat is natuurlijk, ja, voor alle mensen in de enquêtecommissie was dat ook nieuw, hè? want ja, het is natuurlijk een redelijk unieke ervaring dat je dat, je dat kan opdoen als, uh, als raadslid. En ik heb het als uh, bijzonder ervaren dat ik dat heb kunnen doen. Ja, maar goed, 14 maanden lang. Uh, u kon dus 14 maanden lang uzelf niet met de andere dossiers bezighouden. Maar nee, volgens nee, nee, mij heeft u dat wel her en der gedaan. Ja. Ja, inderdaad was hij toch nog wel zichtbaar op andere ja, dossiers. Dat vond ik ook heel belangrijk. Kijk, je kan natuurlijk zeggen van ik ga 14 maanden lang, duik ik helemaal in die enquêtecommissie en dan sluit ik mezelf op en dan kom ik naar buiten met de, de openbare. Om 14 maanden onder een steen te hebben geleefd Bij wijze van spreken wel, hè, want je doet dat natuurlijk, doe je dat ook in... Uh, in, in beslotenheid en in vertrouwelijkheid en dat is ook heel belangrijk dat dat gebeurt. Maar ik vond het ook belangrijk om juist ook gewoon nog met politieke actuele zaken bezig uh, te blijven. Dus ik heb de dingen die uh, erg zeg maar uh, onhandig waren om te blijven doen. Dus bijvoorbeeld de portefeuille PNO, die heb ik uh, tijdelijk uh, aan mijn collega Caroline de Heer gegeven. Maar andere dingen zoals werk en inkomen en project project 1012 en prostitutie, die ben ik gewoon uh, blijven uh, blijven doen. Nou ja, goed, daar gaan we ook wel naar kijken. Maar uh, hoe krijgt een mens dat voor elkaar? Want het uh, is geen sinecure, zo'n onderzoekscommissie. Je, je hoort het van volksvertegenwoordigers ja. als ze daarin gaan, dan uh, lijkt het wel alsof ze in een uh, tour de force uh, stappen. Uh, je ja. moet daarnaast ook uh, nog uh, gewoon je raadswerk doen. Ik denk uh, uh, aan, u bent, ook nog, u bent in het dagelijks leven ook nog een consultant. Yeah. Van ja, je eigen moet ook een bedrijf. Je moet ook gewoon je werk, werk van, doen. Je moet een broek ophouden. Ja, ja. Uh, ik heb ook nog een partner thuis. Ik heb uh, vrienden. Je heeft aandacht nodig. Hoe krijgt een mens dat voor elkaar? ja, gewoon. Ja. Ja, ja, hoe doe je dat? Ja. Hard en gedisciplineerd uh, werken. Maar kijk, dit soort dingen. Uh, maar dat weet je volgens mij ook. Hard wel... en gedisciplineerd werk. Ja, maar dat weet je ook wel een beetje als je als je in de politiek uh, gaat. Uh, dat dat ook enigszins ten koste gaat van je vrije tijd. En ja, uh, dat vind ik op zich niet erg. Ik merk wel dat ik me af en toe wat schuldig voel. Omdat ik bijvoorbeeld uh, vrienden, vriendinnen wat minder uh, zie. Hè. Dus dat vind ik af en toe wel, uh, wel jammer. Aan de andere kant, je merkt ook dat... Uh, ja, mensen die je al heel lang kent, ja, die hebben daar alle begrip voor. En als je een goede band met mensen hebt, dan maakt het ook niet zo uit als je niet zo heel veel uit of je ze zeg maar iets minder vaak ziet. Als er maar een goede band is, dan uh, dan maakt dat niet zo heel ja, veel uit. Dus dat neem je op de koop toe. Ja, dat neem. ik. Nou ja, kijk, ik vind, ik vind het, het werk <coughs> wat je doet als raadslid, dat is natuurlijk heel kort, want het is vier jaar. En vier jaar lijkt heel lang. Maar ja, we zitten nu al al halverwege. Ja, en in die vier jaar tijd moet het wel gebeuren, want daarna is het uh, is het voorbij. En uh, ja, ik, heb het, ik heb het geluk gehad dat ik een ontzettend mooie plek heb gekregen destijds op de lijst. Hè, nummer vier, ik was de hoogste nieuwe binnenkomer. Ja. En dat vind ik dus in ook. In 2014. In 2014, precies. Nou, en dat voelt voor mij ook als een verantwoordelijkheid om daar dan ook wat van te maken. Want na die vier jaar is het uh, in principe ook uh, voorbij. Dus ja, dan ga je daar ook voor. Ja. En ik, ik, ik heb een aantal, nou, ik vind uh, mooie portefeuilles. Hè, werk en inkomen, project in 10 prostitutie. Ik ga nu uh, personeel en organisatie ga ik weer, uh, weer erbij doen. Nou ja, daar probeer je het beste van te maken. Nou goed, laten we nog even kijken. Deze week was er inderdaad een debat over drukte in de stad. Ja. Dat hebben we gezien. Wat we daarin zagen waren eigenlijk een aantal ontwikkelingen. Mm -hmm. Maar u heeft het over vrije tijd. Maar hoe staat u nou persoonlijk in deze discussie? Iedereen heeft het erover. De mensen zijn het zat. Het is te druk in de stad. Maar wat ziet u? Nou, ik praat heel veel met bewoners en ook met ondernemers, ook met name in de binnenstad. En verder heb ik natuurlijk ja, heel veel van mijn vrienden, vriendinnen die wonen ook nog in allerlei delen van de stad. Dus ik hoor heel veel, ik woon zelf sinds 1987 in de stad. Dus je ziet die stad, die, zie je, die heb je ook enorm zien veranderen. Uh, soms ten goede, maar soms ook wat minder ten goede. En wat ik nu vind is dat uh, het, op een aantal delen in de stad, met name ook in de binnenstad, dat de druk enorm hoog is. En dat er ook sprake is van soms ontzettend veel uh, ongein. Hè. Denk aan de bierfiets, denk aan de discobus, denk aan de touringcars. Maar denk ook aan de enorme opkomst van uh, de ijswinkels. Um, uh, en dat is ook een beetje een symbool geworden voor al, het, uh, voor al het ongenoegen. Maar niemand hier, denk ik, in de raad ontkent dat het druk is. De vraag is alleen, hoe ga je daarmee om? En daarin verschillen we wel heel erg met een aantal andere partijen. Want ja, wij als Partij van de Arbeid vinden toch wel meer dat je daar... Dat je grenzen moet stellen aan die, aan die groei. Nou, je kan denken aan allerlei dingen. Bijvoorbeeld uh, een hotelstop. Of uh, je kan denken aan meer branchering. Dus dat je meer gaat zorgen uh, dat er een divers winkelaanbod uh, blijft in het centrum. En dat is bijvoorbeeld ook een van de redenen waarom wij uh, een aantal maanden geleden tegen de verruiming van uh, winkeltijden hebben gestemd. Omdat we vinden dat in het centrum. Omdat we vinden dat dat niet tegemoet komt aan diversiteit in het winkelaanbod. Want de reden waarom je dat doet, is dat het vooral eigenlijk goed is voor toeristenshops. Nee, en wij het, willen niet meer toeristenshops. dat dat is heel duidelijk uh, uh, de, de stad de met name dan de binnenstad en echt de, de, het hart van de binnenstad wordt steeds meer een, uh, een toeristenzone zoals mensen dat noemen ja, ik ken mensen die maar, er ook niet meer komen hè? nee er zijn uh, Amsterdammers ook Amsterdammers die, die er niet zeggen, meer komen ik kom het centrum niet meer ja, in terwijl ja. nou, dat is terwijl toch het wel hun stad is dat is, nee, dat, dat is heel duidelijk dat is ook erg maar uh, die toeristen die blijven toch wel komen zegt men want ja. uh, 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 het reizen neemt toe. Ja. Ja, maar het reizen neemt toe. Uh, vluchten zijn goedkoop. Mm -hmm. uh, mensen willen naar Amsterdam. Mm -hmm. um, uh, zijn mensen in het oosten. Uh, steeds meer Chinezen krijgen geld om te reizen. Komen ook deze kant uit. Uh, u kunt dit niet stoppen. Nou ja, dat is wat sommige partijen zeggen. Hè. D66 en VVD. Uh, zeg maar, en de coalitie, de SP. Die zitten heel erg op die lijn van... Nou ja, Laat het allemaal maar komen, want het is autonoom. Ik heb dat de woordvoerder van deze 66 autonoom, de autonoom in de zin van ja, dus los. Je, het, je laat het over je heen komen. Je en er je, je, kun, je, kunt er niks, je kunt er niks aan doen. Maar ja, dat is natuurlijk onzin. Je kan altijd allerlei maatregelen treffen om wel te kijken of je die uh, stroom, of je die groei, of je die misschien op zijn minst kan afremmen. Of dat je die in goede banen kunt uh, kunnen leiden. Nou, we hebben ook bijvoorbeeld de discussie gehad over uh, Amsterdam Marketing. Hè? Moet Amsterdam Marketing nog met heel veel geld uh, meer toeristen gaan trekken. Ja, dus moeten we we, van de Laan. Vanuit Amsterdam. Ja, dat, dat, dat wil ik ook wel weten. Maar moeten we vanuit Amsterdam inderdaad uh, nog überhaupt een uh, toeristen hier naartoe willen trekken zelf ja, als is, ze al komen? Precies. Dat. En burgemeester van de Laan ja. heeft ook aangegeven van nou dat uh, dat hoeven we niet meer. Te nou, doen. die was daar klip en klaar over natuurlijk. Hè. Die zegt uh, ik doe het niet meer. Ik ga niet meer. Het zoveelste congres in het buitenland openen. Om te zeggen, kom naar Amsterdam. Nou, en hij heeft natuurlijk groot gelijk. En ik denk dat hij in de discussie uh, deze week nog wel iets anders ook belangrijks heeft, uh, heeft aangestipt. Kijk, hij zei eigenlijk over een aantal partijen, D66, die zeiden ook van ja, je moet veel meer inzetten op handhaving. Ja. En, uh, handhaving, handhaving in de zin van als het uit de hand loopt, het is nee. ergens te druk, dan mag je gewoon. Controleren, precies. Controleren, controleren op, en op regels. Doen wat je... Ja. Ja. En dat is ook. Handhaving is ook ontzettend belangrijk, hè? want er is ook een, de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, die pleit ook voor goede handhaving. En wij zijn ook ja. natuurlijk voor goede handhaving. Maar uh, Van der Laan die zegt terecht van ja, maar je kunt niet alleen maar zeggen van... we gaan uh, vooral handhaven en voor de rest gaan we niet aan die knoppen draaien van minder toeristen. Want uh, ja, dan stroomt het badwater, uh, of dan stroomt het bad uh, stroomt, uh, over. Nee, je moet juist iets doen aan preventie. Dus zorgen dat je die groei in goede maat Maar er was, er was deze week in de Raad was er toch wel iets heel bijzonders aan de hand. En dan gaan we zo nog even kijken naar uw uh, rol. Uh, uh, wethouder, verantwoordelijk wethouder Ollengren van D66 zegt... Ik geloof niet zo in een, maxima, een maximaal aantal toeristen in deze stad. Dus met andere woorden, het kan allemaal nog komen. Ja. En burgemeester Van der Laan heeft het over het badwater dat overloopt. Ja. En zegt van uh, handhaving alleen uh, is niet goed. Uh, de burgemeester neemt duidelijk afstand van de rest van het college. Uh, de burgemeester is van uw partij, van de Partij van de Arbeid. Hebben jullie hem dat ingefluisterd? Nee, uiteraard niet. Uh, de burgemeester is weliswaar van de Partij van de Arbeid, maar die staat natuurlijk in het college. Is hij daar, is hij daar uh, onafhankelijk uh, in? Uh, nou, u, kunt, uh, u kent uh, burgemeester Van der Laan. Ik denk niet dat wij hem iets hoeven in te fluisteren. Maar het gaat... Kijk, de opvatting van wethouder Ollengren als D66-voorvrouw uh, uh, en lokale burgemeester is ook wel heel erg, zeg maar, dat, ja, dat neoliberale van... Ja, Laat vooral uh, de groei uh, groeien. Aan de markt. Laat het vooral over aan, uh, aan de markt. En, nou, ja. en dat, dat bot natuurlijk met wat deze stad aan kan. En als ik één voorbeeld mag geven, ja. wij hebben, wij hebben een, een, een motie ingediend waarin we ook zeggen van ga nou onderzoeken of, uh, uh, of er een maat is, en die is er voor uh, toeristisch draagkracht. Uh, dat is van een, door een Vlaamse professor is dat ontwikkeld. Ja, dat, dat is heel onderzoek uit precies, de rug, hè, toch? Ja, en ja. Uh, die Vlaamse professor die uh, spreekt ook over Venetië. En wij zeggen van ga daar nou mee aan de slag als Amsterdam, zodat we een soort bovengrens kunnen, ontde kunnen ontdekken, kunnen vaststellen hè, op een hele objectieve manier, wat deze stad aan kan. Nou, uh, daar was Gren in eerste instantie niet zo enthousiast over. Maar ze heeft toch in tweede instantie gezegd, ik ga er naar kijken, ik ga kijken of ik dat ook uh, kan toepassen. Dus met die toezegging zijn we ook, uh, ook blij. Want wij vinden het ook heel belangrijk dat we gaan kijken naar wat kan deze stad aan. Hè? Want ja, uh, op dit moment krijgen we 17 miljoen uh, bezoekers, nationaal en internationaal. En wij zeggen heel duidelijk van ja, misschien zitten we wel op een gegeven moment aan die grens en moet je dus andere dingen gaan doen. Ja. Nee, dat, dat is duidelijk. Alleen er is wel één ding. Uh, dit beleid is ingezet door Caroline Gerels, uw partijgenoot, voorganger van mevrouw Ollongren. PvdA heeft dit bedacht. Ja, dat, uh, dat klopt. Dat klopt. Nou, kijk, ik denk dat niemand voorzien had dat die toeristenstroom zo ontzettend zou toenemen. En ik vind Airbnb vind ik daarin ook een heel goed uh, voorbeeld. Airbnb, dat zijn die uh, tijdelijke ja, plekken tijdelijke... waar mensen dus thuis uh, ja. hun uh, kamertjes of hun huis kunnen verhuren ja. aan de toerist. Ja, uh, vooral, vooral uh, zeg maar hun hele huizen. Uh, ja. De schattingen zijn dat op dit moment tussen de 9000 en 10.000 appartementen via Airbnb in Amsterdam alleen al worden aangeboden. Dus dat zijn enorme aantallen. En uh, de regels daarvoor die zijn ook in, door het vorige college zijn die, uh, zijn die vastgesteld. En mijn collega Marjolein Moorman die heeft ook afgelopen week ook in de raad heel duidelijk gezegd, ja, wij hebben dat misschien ook niet goed ingeschat op dat moment. En uh, ja, ik zat natuurlijk niet in de raad, maar ik denk als jij mij gevraagd had van nou, wordt Airbnb een heel groot succes. Dat ik ook had gedacht, nou dat moet je eerst nog maar goed, uh, dit, dit hadden we dus niet kunnen voorzien, zegt de PvdA. Maar we moeten nu, er zijn grenzen aan deze groei, we moeten nu de spaan perk stellen. Waar komt het op neer? Nou, en wat ik vooral vind, kijk, op het moment dat je dus ziet dat het uh, water over het bad uh, heen gaat, uh, ja, dan kan je niet stil blijven kijken. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, goh, wij zijn daar mede verantwoordelijk voor. Nou, ja. Dat klopt ook voor een deel. Maar je ziet dus dat die groei zo sterk is dat je wel degelijk moet ingrijpen op dit moment. Ja, uh, laten we hopen dat het bad eentje ook niet uh, over het bad over de badrand uh, heen gaat. Maar uh, 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 u bent natuurlijk van meer markten thuis. U bent in 1987 naar Amsterdam gekomen. Ja. Waar woonde waar, waar, waar u daarvoor dan? Ja, ik ben uh, een leuke vraag. Ik ben ik ben geboren in uh, in Amersfoort en ik. Ik ben uh, op mijn zesde, bijna zesde, ben ik naar Nieuwkoop uh, verhuisd. Nieuwkoop. Nieuwkoop verhuisd, dat is ongeveer 30 kilometer hier vandaan. Ik kan het iedereen aanraden om daar eens naartoe te gaan. Uh, want Nieuwkoop heeft echt een geweldig uh, plassengebied. Ja, en wat wij dus ook deden in de winter, want toen was nog elke winter was, uh, behoorlijk uh, sterk. Uh, in de winter ja, kon je enorm uh, schaatsen. Dus dat uh, deden we ook, deden we ook uh, op, uh, met lagere school, gingen we ook uh, naar de schaatsen. heen. Over de plassen en je kon plassentochten kon je, kon je maken. Ja, en nu is dat natuurlijk nog, dan kan je dat uh, heel af en toe doen. Ja. Dus dat is het leuk, hè. Dus in de winter kan je schaatsen en uh, in de zomer uh, zeilen. Uh, mijn ouders hadden op een gegeven moment ook een, uh, een zeilboot. Uh, dus ik, uiteraard kan ik ook zeilen. Dus ik ga nu nog af en toe naar Nieuwkoop toe om, uh, om te zeilen. En het leuke is, ik doe ja. dat dan ook heel vaak als ik uh, buitenlandse vrienden op bezoek heb. Dan neem ik ze mee naar Nieuwkoop. Naar, nieuwkoop. naar nieuwkoop. Want ik ben er weliswaar niet geboren, maar ja, ik heb toch een kentstreek. Ja, dus het het, kijk, ik merk ook ja, als ik daar kom, hè, dan is dat toch een soort ja plezierig bad vol met uh, met uh, herinneringen ja. en dat ja dat doet je dan ook wel wat. U heeft ook een Curaçaose achtergrond, maar de, ja. de, uh, of een Antilliaanse achtergrond, maar dat is niet per definitie Curasaus of Antilliaans. Nee, dat staat ook helemaal uh, los uh, van elkaar. Niks ja. mee gedaan? Ja, ja, nee, het is zo. Ik heb een, ik heb uh, mijn uh, mijn ouders waren uh, getrouwd uh, en ik heb een Antilliaanse uh, vader. En uh, die zijn jong gescheiden mm -hmm. en uh, mijn moeder is uh, hertrouwd met een Nederlandse vader uh, die ik ook beschouw als mijn vader. Ja, ja. Maar zelf wel naar Curaçao geweest. Ja, ik ben, ja, ik ben in 2009 ben ik naar uh, Curaçao geweest. Ik heb toen ook uh, familie opgezocht. Vader gevonden? Uh, mijn vader is inmiddels uh, overleden. Oh. Ja, ja. Uh, mijn biologische vader zeg ik dan altijd. En uh, ik heb in 2009 dus wel een aantal familieleden opgezocht en met enkele heb ik ook af en toe nog contact. Aantal Woont ook hier in, uh, in Nederland. Dat is niet heel intensief. Maar ik moet zeggen, ik vond mijn bezoek toen in 2009 aan Curaçao, ja, dat was voor mij wel heel bijzonder. Ik heb dat toen ook gedaan met uh, twee uh, vrienden van mij, Nederlands-Antilliaanse vrienden. Ja, dat was heel bijzonder om dat, uh, om dat, uh, om dat te doen. Ja. Nou, ja, u was in die tijd ook uh, actief voor het COC in ja. Amsterdam. U was voorzitter van het COC, zes jaar lang. Uh, Homoseksualiteit in de Caribische cultuur is een taboe. Hoe ga je daar zelf mee om? Ja, dat is niet zo. Uh, nou ja, hoe ga ik er zelf mee om? Nou ja, kijk, ik ben uh, 6,5 jaar voorzitter geweest van het COC. Ik ben een aantal jaren voorzitter geweest van de Ross Filmdagen. Ja, dus ik ben uh, redelijk open uh, en duidelijk uh, daarover geweest. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo geweest. Hè? Voordat ik voorzitter werd van het COC heb ik een tijdje voorlichting gegeven, ook voor het COC op middelbare scholen. Maar ik heb, ja, net als heel veel ook andere uh, homoseksuele lesbische kinderen, ja, ook wel wat issues gehad met mijn coming out. Hoe ging dat? Nou, um, ik vond, ik was relatief laat. Hè. Ik was ongeveer, ik geloof, uh, 22 toen ik het tegen mijn ouders uh, vertelde. En dat was, uh, ja, dat was uit ja dat was heel goed. Hè. Mijn ouders hebben dat ook echt uh, omarmd. Ja, ja. Uh, mijn ouders hebben wat dat betreft ook altijd achter mij gestaan. Uh, ze waren ook altijd zeer geïnteresseerd in mijn COC-activiteiten. Ze waren ook bij mijn afscheid bij het COC zijn, zijn we geweest bij een uh, speech die ik moest houden bij de dodenherdenking op het, uh, op het home monument. En dan merk je dus ook hoe belangrijk het is dat, uh, ja, dat, je, dat, je, dat je gesteund wordt door je familie en, en je vrienden. Kijk, voor mijn vrienden was dit sowieso geen, geen issue, geen probleem. Een Aantal van mijn vrienden wisten het ook al voordat nou, ik naar Amsterdam Was dat mijn ook een stond. reden om naar Amsterdam te gaan? Nee, niet echt. Nee, hoor, niet, uh, niet echt. Waar zat hem dat nee. dan in Amsterdam? Nee, ik ben, ik ben, uh, ik had toevallig daar van de week nog even met wethouder Choo over, want die komt uit Bodegraven, dat ligt ook vlak bij en die had wel altijd een, een soort beeld van, hey, ik wil heel graag naar Amsterdam. Is ook homoseksueel? Is ook, is ook inderdaad homoseksueel. En nee, voor mij was Amsterdam had wel een aantrekkingskracht. Uh, ja, want Nieuwkoop Amsterdam lag ook altijd heel dicht bij elkaar, dus ik kwam er ook wel eens. Ik heb in-uit horen op school gezeten. Uh, dat ligt een beetje halverwege Nieuwkoop en Amsterdam. Dus we, ja, dus, dus Amsterdam was een logische keuze toen ik ging uh, studeren. Ik heb uh, psychologie uh, gestudeerd. Toen heb ik misschien wel even een beetje in mijn hoofd gehad van nou misschien moet ik ook eens naar uh, kijken of ik in Leiden wil gaan studeren, maar het was eigenlijk al vrij snel duidelijk dat ja. ik naar Amsterdam wilde. Maar het was gewoon duidelijk een studiekeuze en het had niks te maken met uh, de vrije verworvenheden in de jaren tachtig uh, voor homo's en lesboos. Nee, maar het had natuurlijk wel te maken met de aantrekkingskracht van de stad op zich. Kijk, ja. als je in een klein dorp woont, ja, dat heeft natuurlijk, uh, uh, dat heeft eigenlijk al een hele mooie kant. Hè? Je, iedereen kent elkaar, dus een zekere geborgenheid. Maar het heeft ook een kant die ik wat minder plezierig vind. En dat is toch wel, ja, dat er, ja, er is gewoon niet zo heel veel te doen qua aanbod. Uh, mm -hmm. Ja, er is ook een sterke sociale controle. Dat is de andere kant, ja, en als jongeren... Uh, zeker als jonge student, ja, dan start je ook na naar wat, uh, wat vrijheid. Nee, van waar mijn vraag, omdat uh, uh, van homo's hoor je vaak dat ze zeggen van, ja, Amsterdam is niet meer die gay capital die het ooit is geweest. Ja, nou en, en, ja, die... die, die, die. En, en als we het ja. hebben over toerisme, uh -huh. uh, uh, misschien zie je dat ook wel in het toerisme terug. En u zegt van, nou, daar zijn ook grenzen aan. Ja, ja. Hoe, hoe kijk je daar dan tegenaan, vanuit die bril van toen en nu eigenlijk? Ja. Um, ja, het is, is wel interessant dat je dat vraagt kijk toen ik in 1987 uh, in amsterdam uh, kwam toen uh, was er al heel veel te doen hè, voor uh, homoseksuelen waren natuurlijk, als je kijkt naar het aantal gay bars en zo en dat is nu heel afgenomen maar dat ja dat is kijk zo'n stad is natuurlijk heel dynamisch en dat betekent dat die continu dat die dat die dat die verandert dat hij als het ware meandert door de door de geschiedenis en daar moet je voor een deel kan je daar mee bewegen. En als je kijkt naar wat er nu allemaal is voor homo's en lesbiennes en bi's en transgenders, dat is nog steeds heel veel. Alleen het is op een, ook op een andere manier is het uh, georganiseerd. He, er zijn nog steeds heel veel events, er zijn nog steeds heel veel discussieavonden. He, de, toevallig is deze week ook weer de mooie roze filmdagen gestart. Nou, er zijn ook allemaal hele bijzondere dingen. Maar wat, een, wat ik een veel belangrijkere vraag vind, is van: voel je je thuis in een stad als Amsterdam als gaat openlijk dat homoseksueel? Nog? Nee, ja, gaat dat nog? Ga je nog? overal hand in hand lopen? Nou, gaat ik dat hoor, nog. ik hoor van mensen dat ze zich minder thuis voelen omdat ze ervaren dat ze niet zomaar meer hand in hand over straat kunnen lopen. Dat vind ik heel erg, want ik vind dat iedereen in deze stad uh, zichzelf uh, moet, uh, moet kunnen zijn. En dat iedereen ook met zijn handen van uh, andere mensen af moet blijven. En dat heb ik ook altijd gevonden, ook als voorzitter van het COC. Ik heb me toen ook erg ingezet voor de veiligheid uh, van, uh, van, van onze LHBT'ers. Uh, maar dat zal ik ook blijven u, doen. U accepteert dus de loop der dingen, dat dat wat minder is allemaal? Uh, nee, nee, dat zeg uh, ik maar, niet. Nou, nee. uh, wat betreft gay capital waarschijnlijk. Nee, nee dat zeg ik niet. Nee. nee, dat zegt u inderdaad niet, maar... Uh, uh, maar u zegt dus ook van nou, uh, het is niet meer plaats voor homo's en lesbo's in deze Nee, nee dat zeg ik ook niet. Kijk, wat ik, wat ik zeg is uh, dat die stad heel erg veranderd is als je kijkt naar het traditionele aanbod van, uh, van de homokroegen. Hè. Homokroegen hebben het op dit moment best moeilijk. Tegelijkertijd zie je dat er juist heel veel events uh, zijn en mooie initiatieven. En dat ook de normale, uh, laat ik zeggen, de mainstream organisaties ook dat hebben omarmd. Kijk bijvoorbeeld naar de Gay Pride. Ook daarin zie je dat sommige mensen vinden, nou die gay pride het zal wel wat meer exclusief moeten zijn voor de LHBT'ers, zoals we de doelgroep noemen. Um, maar tegelijkertijd is er ook druk dat uh, mensen zich onvoldoende veilig voelen op staat. Ja. Hoe kan je dat nou voorkomen? want men nou. zegt dan altijd ja onderwijs je moet het op school bespreekbaar uh, uh, maken en dan komt het vanzelf wel goed. Nou, is dat uh, zo? Uh, uh, nee, dit komt, kijk, dit komt nooit vanzelf goed. Dus je moet altijd moet je uh, voortgang blijven geven. Je moet altijd blijven hameren op uh, discriminatie uh, aanpak. Maar wat, uh, dus dat dat is heel belangrijk. Uh, en wat ook heel belangrijk is, is dat de de homoseksuele mannen en vrouwen zelf dat ze zich niet in de kast laten jagen. Maar dat die heel duidelijk ook een statement blijven maken. En ik denk dat we in Amsterdam, dat we een geweldige politie en ook ministerie hebben, die daar ook werk van maken. Ja. Dus dat moet je vooral uh, blijven doen. Maar ik zie het ook trouwens, kijk, we hebben het over discriminatie. Ik zie het ook in een veel bredere discriminatie aanpak. In eh, uh, welke zin? Nou, we hebben het toch niet over gehad, maar ik doe ook werk en inkomen. Uh, werk en inkomen? Vanuit, vanuit de gemeenteraad. Hè. Okay, dat dus zit, PNO, personeel en organisatie. Nee, het zijn eigenlijk twee dingen. PNO uh, doe ik ook uh, vanuit de gemeenteraad voor de gemeente Amsterdam. Maar het thema werk en inkomen doe ik ook als woordvoerder ook vanuit de gemeenteraad. Mm -hmm. En dat gaat onder andere over dingen als arbeidsmarktdiscriminatie, werkloosheid, jeugdwerkloosheid. En wat je daarin ziet, en dan kom ik bij het thema discriminatie, wat je daarin ziet is dat er... In Nederland en dus ook in Amsterdam wel degelijk sprake is van arbeidsmarktdiscriminatie. Mm. En dat vind ik net zo'n verderfelijk fenomeen wat je ook moet aanpakken. Maar goed, uh, u zegt dat uh, natuurlijk wel zo, arbeidsmarktdiscriminatie enzovoorts. Maar wat natuurlijk veel belangrijker is, is de hervorming die bij de gemeente is geweest. Het gemeentelijke apparaat is veel, meer, veel kleiner geworden. Uh, de ondernemingsraad van de gemeente Amsterdam met de ambtenaren heeft tegen de gemeentesecretaris die verantwoordelijk is voor alle ambtenaren gezegd: wij werken niet meer met u samen. Ik neem aan dat u daar als raadslid iets van vindt. Ja, ik vind dat heel erg. Ik vind het tenminste als het gaat om het laatste punt. Kijk, een ondernemingsraad in een groot bedrijf als Amsterdam, met zo'n 13.000 medewerkers, ja, die neemt dat soort beslissingen natuurlijk nooit lichtzinnig. Dus op het moment dat zij zeggen: ja, wij zeggen het, vertrouwen op in de gemeentesecretaris, ja, dan is er wel wat aan de hand. Um, en dat zie ik zelf ook, want ik heb al in 2014 heb ik al vragen gesteld ook over de verhoudingen tussen uh, de medewerkers via de ondernemingsraad aan de ene kant en uh, de gemeente aan de andere kant, omdat ik toen al zag uh, en ook benoemd heb dat een aantal dingen niet helemaal goed, uh, goed liepen. Dus nou, ik, ik, ik heb veel vertrouwen in uh, wethouder Litjens uh, dat hij gaat uh, in zijn bemiddelingspoging, uh, want hij heeft PNO in zijn uh, portefeuille. Ik heb veel vertrouwen in dat hij dat, uh, dat hij dat goed gaat uh, oppakken, maar het blijven we natuurlijk wel heel erg uh, nauwkeurig vinger aan de pols houden. Maar stel dat die bemiddelingspoging niet lukt en die kans is groot, want de, de mensen zijn bekend met de heer Van Geelsen, de, de gemeentesecretaris, uh, uh, hij heeft zijn grenzen en uh, hij zegt heel duidelijk wat hij wil en wat hij niet wil en de ondernemingsraad is er klaar mee. Stel dat dit niet lukt. Ja, wat moet laat er dan daar... nou ja, ja, laat als ik gebeuren. Da als dan vraagt ja, geven we ja, zijn ja, antwoord nee, op. Nee, nee, maar laat nee, maar ik daar niet nee, nee, la, la, nee, laat ik daar dan niet op vooruit Kijk, ik heb net gezegd dat ik veel vertrouwen heb in de bemiddelingspoging van, van Gils. Of uh, sorry, van, uh, van wethouder Litjens. Ik heb ook gelezen in de krant dat uh, de heer Van Gils zijn excuses heeft aangeboden voor een opmerking die hij heeft uh, gemaakt over een, uh, over een ambtenaar. Nou, ik denk dat dat ook goed is dat hij dat heeft, uh, heeft gedaan. Ja, en uh, laten we eens even kijken wat er uit die bemiddelingspoging komt. Nou goed, dat is prima, maar u bent oppositie, u bent Partij van de Arbeid, u zit in de oppositie. Mm -hmm. U kunt ook uh, zeggen van nou laten we die gemeente-secretaris dan maar naar huis sturen als ze er niet uitkomen. Nee, je kan, nee, daar ga, nee, kijk, daar gaat Dat ga wel niet. Daar, nou kijk, daar ga je nou niet over. Maar waar wij wel over gaan is dat de wethouder uh, PNO, dat hij zeg maar op een goede manier dit uh, gaat uh, aanpakken, gaat oplossen. Nou, uh, uh, ik denk dat de wethouder PNO, de Partij van de Arbeid en uh, mij ook kent als iemand die daar zeer bovenop uh, zit. Ja. Dus wij blijven dat gewoon heel kritisch okay. volgen. Uh, we hebben nog wat onderzoek gedaan. Het parool noemt u scherp, maar ook strategisch. Dus scherp in de zin in het debat, maar ook strategisch omdat u als oppositieraadslid ook dingen voor elkaar krijgt. U kan ook partijen meekrijgen om dingen voor elkaar te krijgen. Een goed voorbeeld is maximale uurtarief van ja. mensen die van buitenaf in Amsterdam voor de gemeente werken van 150 euro naar 125 euro maximaal per uur gekregen. Uh, hulde, hulde voor de heer kan. Uh, maar hoe lukt dat dan? Want andere oppositieleden lukt dat niet. Wat is dan uw truc? Ja, ja, ja. Niemand ja, kan baald kan. Ja, nou nou, nou ja, laat ik daar nou een beetje bescheiden over doen. Ja, maar... Kijk, nou even kijk dit is natuurlijk een mooi dat voorbeeld. Zegt men, hè? Ja, dat is natuurlijk een mooi voorbeeld als het gaat om uh, die externe inwerking. Maar misschien, misschien mag ik even uitleggen waarom ik dat zo belangrijk vind. Dat mag. Ik, ik vind dat ik We vond, hebben niet zoveel nee, tijd meer, maar het mag. Ja. Ik vind ik kijk, ik vond dat punt van die externe inhuur vond ik zo belangrijk, omdat er al zoveel jaren heel veel gedoe is over de omvang van de externe inhuur, maar ook over de salarissen die externe krachten verdienen. Ja. Terwijl we tegelijkertijd als gemeente in een reorganisatie en in een bezuiniging Die zijn heel duur, maar hoe krijgt u voor elkaar? Ja, uh, overleggen. Wat lukt nou gewoon een goed ja, met, het schijn ja, van de Smit met een goed met een goed idee komen en dan praten 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 praten. Ja, overleggen, overleggen, overleggen en luisteren. En ik denk dat dat ook geldt voor mijn andere initiatiefvoorstel wat ik heb ingediend en waar ik nu al meerderheid voor heb. En dat gaat, om, dat gaat erom om Amsterdam jeugdloonvrij vrij te krijgen. Nou, dat is een, laat ik zeggen, een wat controversieel onderwerp, ook denk ik wel binnen deze, binnen deze coalitie. Uh, maar het lukt dan toch om in ieder geval al voordat we de behandeling hebben in de Raad om daar een meerderheid voor te krijgen. En volgens mij begint dat met een goed idee hebben. En als je een goed idee hebt en je gaat daarover met andere partijen in gesprek. En je kunt ze meekrijgen en je gaat natuurlijk nog een beetje aanpassen en een beetje sleutelen. Ja, dan kom je er volgens mij altijd wel uit. Maar we zitten nu op de helft van deze periode, deze raadsperiode. U heeft een aantal uh, wapenfeiten, u heeft veel voor elkaar gekregen. U laat u zelf zien in de raad. Uh, wat dat betreft uh, een zondagskind zouden we kunnen zeggen. Uh, Waar wanneer... ik op zaterdag geboren ben. Nou, dat, dat is nog prima, maar wanneer komt de val? Wanneer ja, ja. gaat het nou eens fout? Nou, ik denk dat je als raadslid ook altijd een beetje... Uh... Bescheiden moet zijn. Uh, want als je niet bescheiden bent, dan zit misschien wel die kans erin dat die val een keer gaat, uh, gaat komen. Nou ja, ik probeer, kijk, een deel van het werk wat je doet als raad zit, dat doe je gewoon achter de schermen. Uh, en dat doe je gewoon ook door veel contacten te hebben in, uh, in de stad, met heel veel bewoners te overleggen, met ondernemers te overleggen. Nou, ik, dat vind ik zelf ook heel erg leuk. Hè. Ik, vind, ik krijg daar ook heel veel uh, energie uh, van. En dat heb je ook nodig. Hè, want je moet natuurlijk gevoed worden met allerlei, uh, met allerlei informatie. Dus je moet vooral je werk uh, goed doen. Nog twee jaar te gaan. Uh, wat zijn de speerpunten? Ja, nou er zijn nog een aantal dingen waar ik mij uh, druk om ga maken uh, en druk om blijf maken. Dat is onder andere over de hele discussie rondom uh, balans in de stad. Mm -hmm. Uh, u hebt gehoord dat we afgelopen week al met een aantal voorstellen zijn gekomen. Dat we, komende weken zullen we dat nog verder uh, gaan, uh, gaan aanpakken. Arbeidsmarktdiscriminatie. Uh, we hebben ook afgelopen dinsdag hebben een heel interessant en belangrijk gesprek gehad in de Amstwoning van de burgemeester over de, over de VOG-verklaring. Dat is de verklaring uh, die jongeren uh, nodig hebben uh, om ergens aan de bak te komen of om stage te lopen. Dat is een groot probleem. Ja, dat is zeg maar een soort van verklaring goed gedrag. Ja. Precies, onbesproken gedag. En, uh, en wat wij zien is dat jongeren dat soms niet krijgen, of soms niet durven aanvragen, omdat ze denken dat het niet krijgen. En dat ze daardoor geen stage kunnen, kunnen doen. En soms ook hun opleiding moeten afbreken. Nou, dat is natuurlijk ontzettend erg. Want kijk, jongeren die verdienen altijd een tweede of derde kans. Dus wat we gedaan hebben met D66 ja. en GroenLinks. Ja. Dat is dat we daar een motie voor hebben aangenomen omdat we vinden dat de gemeente Amsterdam daar werk van moet maken. En de eerste stap die we gezet hebben is afgelopen week een belangrijk gesprek met werkgevers, met jongerenvertegenwoordigers, met scholen om te kijken hoe we dat systeem anders kunnen inrichten. U bent de ijverige en u timmert dan de weg, maar we zijn door de tijd heen. Ja, het gaat snel hè? Het gaat heel snel. In ieder geval bedankt voor wat u heeft verteld en Graag bedankt voor het komen naar deze studio. Graag. Gedaan.